Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. De satellietfoto is het wat moeilijk zichtbaar, maar er zitten wolkenvelden boven Nederland. Vannacht vielen er al meerdere buien en ook vanochtend moeten we rekening houden met her en der een bui. De zon piept af en toe tussen het dek door, maar de wolken houden wel de overhand. Temperaturen halverwege de ochtend ongeveer 17-18 graden. En vanmiddag wordt het weerbeeld dan wat positiever. Dan breekt wat vaker de zon door en dan kan het kwik toch nog stijgen naar 20 tot 22 graden, op een enkele plek 23. Buien blijven ook vanmiddag nog mogelijk en dat geldt ook voor vanavond. Al met al dus een licht wisselvallige dag. De wind, heb ik nog niet genoemd, die neemt aan zee toe naar windkracht 4 à 5. Tegen de avond is er misschien een kleine windkracht 6. Morgen opnieuw enkele buien verspreid over het land. Ook wolkenvelden en van tijd tot tijd zon. Minder wind en temperaturen van 20 tot 22 graden. Meeste zon morgen in het noordwesten en noorden. Zondag, opnieuw een mix van wolken en zon. Maar dan laat de zon zich ook wat vaker in het zuiden zien. Ook dan 20 tot 22 graden. Die temperaturen houden we ook na het weekend, waarbij we op maandag en dinsdag wel flink wat zonneschijn verwachten en slechts een enkele lokale bui. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.